Hoi, ik ben Danielle en dit filmpje gaat over de ziektes astma en COPD. Bij de ziekte astma hebben patiënten aanvallen van benauwdheid, piepen en hoesten, veroorzaakt door prikkels van buitenaf, zoals pollen, huisstofmijt, parfum en kou. De klachten komen in aanvallen. Tussen de aanvallen door hebben mensen bijna geen klachten. De ziekte begint meestal al op jonge leeftijd. Bij COPD hoest de patiënt veel, geeft slijm op en is benauwd. Er is een chronische ontsteking van de kleine luchtwegen, waarvan roken veruit de belangrijkste oorzaak is. Door de langdurige ontsteking gaat het longweefsel kapot. Hierdoor ontstaat longemfyseem. Patiënten hebben met name last van het uitademen. Dit gaat moeilijker en er blijft meer lucht in de longen achter. Hierdoor worden patiënten kortademig en kan zelfs hartfalen ontstaan. Ook zijn COPD-patiënten vatbaarder voor luchtweginfecties, zoals een pneumonie. Deze ontsteking kan dan een verergering geven van de COPD-klachten. Dit noemen we een exacerbatie. COPD begint op oudere leeftijd. Maar hoe werkt dit nou precies? Patiënten met astma zijn overgevoelig voor stoffen of prikkels. Dit kan een allergische reactie zijn, bijvoorbeeld op pollen, huisstofmijt, katten, waarbij het afweersysteem IgE aanmaakt. Hierdoor worden mestcellen geactiveerd om histamine en leukotriene af te geven. Het kan ook gaan om een niet-allergische reactie, zoals inspanningsastma of andere prikkels zoals mist, rook of kou. Ook hierbij zullen de mestcellen histamine en leukotriene afgeven. Deze stofjes zorgen voor zwelling, slijmproductie en verkramping van het gladde spierweefsel in de luchtwegen. Hierdoor treedt vernauwing van de luchtwegen op, bronchoconstrictie. Ook overgevoeligheid van de cholinerge receptoren speelt een rol. Dit zijn receptoren die normaliter in rust zorgen voor bronchoconstrictie, het vernauwen van de luchtwegen. Dit is wanneer de parasympathicus de overhand heeft. Zie ook mijn filmpje over het zenuwstelsel en het volgende filmpje over de behandeling van astma en COPD. In deze situaties zijn ze juist overgevoelig en zorgen ze voor verkramping van het gladde spierweefsel dat niet de bedoeling is. Hierdoor vernauwen de luchtwegen en dit leidt tot de klachten van astma, piepende ademhaling, hoesten en benauwdheid. Patiënten met COPD hebben een langdurige prikkeling gehad, meestal door roken, maar ook fijnstoffen en erfelijke belasting kunnen een rol spelen. Door de chronische prikkeling van de luchtwegen ontstaat er een chronische ontstekingsreactie. Dit leidt tot verkramping van het gladde spierweefsel en toename van de slijmproductie. Door de chronische ontstekingsreactie raakt de long beschadigd. Er ontstaat longemfyseem. Hierbij neemt de elasticiteit van de longblaasjes af. En deze drie dingen samen zorgen dan voor obstructie van de luchtwegen door verminderde uitstroom van lucht bij het uitademen en door ophoping van lucht in de longblaasjes. Hierdoor zal er minder gaswisseling plaatsvinden. Ook zijn er minder bloedvaatjes in de long. Hierdoor kan nog minder gaswisseling plaatsvinden. En hierdoor zullen de klachten van COPD ontstaan. Hoesten, slijmproductie en benauwdheid. Nu weten jullie wat de ziektes astma en COPD zijn en wat de mechanismes zijn hoe de klachten ontstaan. Het volgende filmpje zal gaan over de behandeling van astma en COPD. Bedankt voor het kijken!